dat kan nog een keer doen. Ja. Ja. Namens het comité herdenkingen heet ik u allen van harte welkom bij deze herdenkingsdienst. De doodherdenking valt dit jaar op een zondag. In plaatsen als Staphorst, Urk, Geenemuiden en ook Rijzen wordt daarom op zaterdag 3 mei stilgestaan bij de oorlogsslachtoffers uit respect voor de zondagsrust in onze gemeente. U heeft daar vast wel allemaal uitgebreid over kunnen lezen in de verschillende kranten. Het probleem met deze herdenking is een regelmatig terugkerend fenomeen, want tenslotte valt deze dag eens in de zoveel jaar ook op een zondag. Uit alle geleden van de bevolking met verschillende overtuigingen samen herdenken. Voordat ik het woord geef aan onze burgemeester, wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om de leden van het Korps Nationale Reserve en de brandweer te bedanken voor het vlaggenceremonieel. De leden van het contact oud-mariniers voor het dragen van de kransen en het koperensemble en de trommelaars van de muziekvereniging Wilhelmina. Meester Johan Kalter voor het blazen van de laatste. Was een herdenking als deze niet mogelijk. We weten het allemaal zeker. Vrijheid. We roepen met elkaar meer, 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 meer vrijheid. Ernst Jens Berlin schreef dit jaar voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei over vrijheid en wederkerigheid, solidariteit. Vrijheid is meer dan bewegingsvrijheid. Wie opgesloten wordt, verliest zijn vrijheid. Daarom zijn we solidair met mensen die door een repressief regime zonder reden worden opgesloten. Ook als mensen worden uitgesloten, tast dit hun vrijheid aan. Als je wordt uitgesloten omdat je anders bent, schendt dat de vrijheid om jezelf te zijn, met jouw eigenschappen en jouw overtuigingen. Dat we elkaar accepteren. Aan deze fundamentele wederkerigheid mag nooit worden getornd.
Ontmoetingen tussen mensen met verschillende ideeën zijn vaak een bron van creativiteit en ondernemerschap. Wanneer iemand zich misdraagt, moet je het zijn gedrag afwijzen, maar die ander blijft een mens. Dodenherdenking is het jaarlijks moment om stil te staan bij de slachtoffers van oorlog en vervolging en om de vrijheid te vieren. De agressie van Nazi-Duitsland en Japan tegen buurlanden en personen die als minderwaardig werden gezien, ontstond niet uit het niets, richtte zich nog niet tegen henzelf. En dus bleven zij neutraal. Staat of valt bij de ruimte, mensen zijn op elkaar aangewezen. Vrijheid is meer dan elkaar met rust laten. Vrijheid. We weten het allemaal zeker. Vrijheid. We snakken met elkaar naar meer, meer vrijheid. Dan wil ik graag naar voren Anne Ruttenhoven, leerlingen van het Vrijtiercollege. Ik geef je door. Vrijheid kunnen we doorgeven dankzij de 3 patrouilles. 3 escadrons huzaren zijn gereden op die Pinksterdag in mei. 3 patrouilles, geen is weergekeerd uit de Gelderse Vallei. Elk van die 3 patrouilles, die moest verkennen waar de vijand stak, is in een hinderlaag gelopen, in de pan gehakt. Simon Thoma was erbij en Kruif. Hoistra, Scholten, Kleine Bruinsma, Beemsterboer en Duif. 3 patrouilles, geen is weergekeerd uit de Gelderse Vallei. Scholten sneuvelde schietend toen hij door overmacht omsingeld was. Roosendom kwam dagen later pas weer bij in het gras. Op de eis tot overgaven heeft Simon Thoma luid geroepen, nooit. Stervend heeft hij nog zijn laatste handgranaat gegooid. 3 escadrons huzaren zijn gereden op die Pinksterdag in mei. 3 patrouilles, geen is weergekeerd uit de Gelderse Vallei. Vrijheid kunnen we doorgeven, dankzij hen.
wil ik nu overgaan tot het zingen van het Wilhelmus.